Ja, oké, Hailey. Dus voor jouw taak van PAV denk ik dat je eerst een aantal woorden op de juiste plaats in het schema moet onderbrengen, hè? Er is nog steeds een tekort aan leerkrachten die in het secundair onderwijs les willen geven. Het gaat dan voornamelijk om leerkrachten Frans of wiskunde, maar ook voor de technische vakken is er een tekort. Daarom dit pilootproject van de VDAB en de Gentse GO-scholen. Ze hopen mensen die ooit kozen voor het onderwijs en nu werkloos zijn te overhalen om terug te keren naar het onderwijs. We gaan de mensen op het werkveld, in het werkveld, de kans geven om hun vakdidactiek eigen te maken. En daarnaast worden ze ook nog pedagogisch gecoacht. En dit op een interessante termijn van 4 maanden. Dus de bedoeling is dat die mensen op 4 maanden wel degelijk het vak van een knelpuntvak, om een knelpuntvak te geven, onder de knie hebben. En eigenlijk onmiddellijk kunnen participeren als werknemer, leerkracht in één van de secundaire scholen. Dat er een tekort is aan leerkrachten is niet nieuw. Maar een exact cijfer valt er moeilijk op te plakken. We weten nu op dit moment dat voor alle vacatures die we hebben, dat het heel moeilijk is om leraren te vinden. Meestal lukt dit nog vlot bij het begin van het schooljaar. Maar zeker naarmate het schooljaar vordert zijn de tekorten enorm. En hebben we toch her en der scholen die moeten improviseren door opdrachten te herverdelen of andere profielen voor de klas te zetten. Het pilootproject Intro moet dat proberen tegen te gaan. Het eerste opleidingstraject start in september 2021 en eindigt begin januari 2022. Tegen die tijd moeten de zij-instromers klaar zijn om weer voor de klas te staan. Delphine Segers is zo'n zij-instromer, zij het niet via het introproject. Zij zag het drukke leven als journalist niet meer zitten en besloot om terug te keren naar haar eerste liefde, het onderwijs. Het is altijd mijn droom geweest om in het onderwijs te staan voor ik meedeed aan het examen om journalist te worden. Dus het was eigenlijk een oude liefde waar ik naar terugkeerde. Ik was als journalist ook gespecialiseerd in het onderwijs. En ik had zelf de nood om, als journalist was ik een beetje uitgekeken, zeg maar, op de waan van de dag. Vroeg ik me s'avonds ook af wat ik nu eigenlijk op een dag voor iemand anders had betekend. En kwam ik eigenlijk tot de conclusie dat dat heel weinig was. Behalve het informeren van mensen was er eigenlijk verder niet veel mee gemoeid, wat voor mij belangrijk was. Dus vanuit die optiek heb ik na 9 jaar de journalistiek vaarwel gezegd en ben ik dan toch mijn lerarenopleiding eerst nog gaan doen en ben ik uiteindelijk hier op school terechtgekomen en 9 jaar later zit ik hier nog altijd. Ja, wat was er moeilijk aan het online onderwijs? Wat vond je lastig? Live. De live sessies. En wat dan? Dat je ervoor moest opstaan soms? Of... Ja, opstaan is niet makkelijk. Opstaan is niet gemakkelijk, nee. Delphine noemt het zelf een verrijking van je kennis door eerst in de privésector te werken en later in het onderwijs. Geïnteresseerden nemen best een kijkje op de website van de VDAB. De belangrijkste vereiste is een goede motivatie. Willen voor de klas staan, daar willen inspringen en door een kort traject in de praktijk onmiddellijk zich in het onderwijslandschap integreren. Heel goed gewerkt, Emery. Dank u wel, mevrouw. Doe zo verder.